heb het gevoel dat wanneer sterke dingen samenkomen, dat er bijna een onvermijdelijkheid is. Het toeval dat dan geen toeval is, ja. Maar dat je ervaart als zijnde, ik kom thuis. Mijn filosofie was altijd, ik vind dat ik misschien eerst de maatschappij moet dienen voordat de maatschappij mij ondersteunt. En ik denk dat dat juist is, omdat ook in die periode als ik in de keuken stond, heb ik gigantisch veel geleerd over hetgeen wat ik vandaag doe. Dat zijn momenten van liefde. Dus dat zijn momenten dat ze zeggen van, ik vind het eigenlijk goed hoe dat je bent. Ik vind het niet oké als je jezelf zou veranderen. Ik denk dat ik altijd op de juiste momenten, de juiste mensen tegengekomen ben die mij de kracht gaven om te kunnen doen wat dat ik te doen heb. Ik denk dat ieder leven zin heeft. En iedere leven heeft een zingeving. Daar ben ik van overtuigd. Omdat het leven is aan elkaar geschakeld. En dus moet je altijd terugkijken met het respect van waar dat het leven vandaan komt. En ik denk dat we een beetje ook dat leven dat je dan afgeeft, dat je dat moet op een heel waardige en gerespecteerde manier moet kunnen afgeven. Omdat het is duidelijk dat de kracht van het leven eenzelfde energie heeft als de kracht van de dood. De zin van het leven voor mij is dat je de kans hebt om over iets na te denken. En als je in staat bent om te kunnen nadenken over de impulsen die de wereld u biedt en het venster waar dat je iedere dag door kunt kijken als een cadeau, hè? Want dat is gratuit. Gratis. Ieder momentum waar je naar kijkt is een gratis moment. Als je dat kunt en moog beleven en daar dan uw eigen visie op projecteren, dat denk ik dat het meest zinvolle is van het bestaan. Okay. Heel hartelijk dank. Ja.